Goedemorgen, G's. En zoals ik in de vorige vlog had beloofd, dat was inmiddels in december al, dus we zijn ruim een maand verder. Welkom bij de extravagante supervlog. Nou, wij gaan dus naar het welbeloofde land. We gaan naar Los Angeles toe. De eerste problemen waren gelijk al gekomen toen we gingen inchecken. Wegens de sneeuwstorm in wat is het? Chicago? Ja, in Chicago. Het is gewoon een sneeuwstorm. Nee, de vlucht richting daar naartoe is gewoon een sneeuwstorm, joh. Daarom werd de vlucht afgelast. En dit is de eerste keer dat ik alleen reis. En dankzij Chi-Hing is al die shit goed gelukt. Dit is het moment dat wij de gate ingaan, maar ik heb niemand om uit te zwaaien, dus ik ga gewoon random naar andere mensen zwaaien. Vlog. Doei, iemand. De tunnel. We gaan nu het vliegtuig instappen. We moeten voorbereid zijn op een 10 uur vlucht of zo. Wat is het, 10 uur? 12 uur? Voor deze vliegtuig rond 9 uur of 9,5 uur. Dit is wat we doen. Dit is een traditie. Touch the plane. Yeah. Kijk ook dit. Ja. Ik ben net door de douane ingekomen. Ik ben zeg maar door het gesprek heen gekomen. Maar het aparte is dat Chi-Hing nu gevraagd wordt door een of andere. Je ziet het heel vaak op televisie. Je, je kent die programma's wel van Australië en Amerika. En, ik ben nu een beetje misschien onbewust. En misschien onnodig aan het stressen. En het is de eerste keer dat ik naar Amerika ga, gewoon zonder ouders, de eerste en de tweede. Het is één groot avontuur en dan krijg je dit weer. Dus het eerste probleem is geweest dat Chicago zeg maar geannuleerd werd door een sneeuwstorm. En nu dat ik op Chi-Hing moet wachten. Een kwartier later, ik ben nog steeds aan het wachten. Ik begin steeds meer een beetje zorgen te maken over hoe de situatie precies is. Ik weet ook niet hoe Chi-Hing in stressvolle situaties reageert. Hij kan beter gewoon lekker relaxed zijn en gewoon alles luchtig vertellen over wat we allemaal gaan doen in Amerika. En natuurlijk denk ik natuurlijk, we gaan geen rare dingen doen, er is niks illegaals of zo. Maar ik weet niet hoe hij reageert in stressvolle situaties, dus dat is voor mij nu ook een zorg. Maar ik hou mijn hart vast op dit moment. Oh mijn god, jongens, we zijn inmiddels een uur later. Nou, daar is hij dan, een uur later. Redden wij onze aansluiting nog, of niet? Ik moet vragen, die politie zegt dat ik moet vragen bij de balie. Oké. Dus het wordt geregeld. Drie keer raden waar wij zijn. Heel goed geraden. We zijn er. Met alle tegenslagen en al hebben we het uiteindelijk gered. Met enige vertraging, wat eigenlijk best wel meevalt, want het is nu 7 uur, iets over 7. En we kunnen de auto nog regelen en ons verblijf plaatsen. En daarbij heb ik ook mijn energie weer teruggewonnen. Ik heb gewonnen. Nu hebben wij de luxe dat wij een auto mogen uitkiezen. De nieuwe Ford Fusion. Oh, het is alsof ik in een snoepwinkel ben. Oh my gosh. Yep. Maar... Want dit is onze kamer. Het is best wel ghetto. Oei, hij doet het! Dit is dus de kamer. Het ziet er heel ghetto uit. Het ruikt heel rokerig. Omdat het blijkbaar legaal is om te mogen roken in je hotelkamer. We hebben nog steeds niks gegeten. Inmiddels is het bijna 10 uur in de avond. Dus ik denk dat het 7-Eleven of McDonald's wordt, man. We zijn in Los Angeles. Even terug naar de vlog. En dit is mijn view vanuit de bovenparkeerplaats van Target. En het is echt gigantisch mooi hier ook. De planning is dat wij vandaag nog in Los Angeles blijven. En dat wij op een gegeven moment naar Bolsa Avenue gaan. En daar is de lekkerste eten waar je maar in Los Angeles kan halen. En dat is Vietnamees. Dus heb je ook pho en zo, of niet? Jawel. We zijn in de mall. Ik heb een zonnebril op. Een beetje douchey, maar... Je hebt de gym hier ook. Wow, het is hoog. Moet je eens nagaan, als ik jullie hier laat vallen, dan zijn jullie er niet meer.
We hadden dus net een probleem met de telefoon, omdat wij geen internet hadden. Een paar van de mensen bij T-Mobile die ons geholpen hadden, waren echt de aardigste mensen die ik tot nu toe tegengekomen ben. Heel openlijk en ook weer tips. Ik weet niet, de mentaliteit van Amerikanen zijn vriendelijk en ze willen je altijd helpen. Dus dat is wel mooi. Wat wij nu zien hier al is het gedeelte van Boyle's Avenue. De groot bekende avenue van de Vietnamese community. Ik zou dit eigenlijk vloggen, maar ik had te erg honger. En dit is Vietnamese pho. En dat is de delicatesse van Vietnam. Chiang is nog steeds bezig. Maar wat had je nou net gezien, Chiang? Wat ik net gezien? Ja. Gewoon het toilet. Gemixt met de voorraadkast. En is die al van die voorraad daar achter de wc? Ja, ik zie nu eindelijk wat Chiang bedoelt. Zoals jullie kunnen zien is het een normale wc, zeg maar, met een wasbank en zo. Maar als ik dit doe... De plek waar ik altijd heel graag heen wil gaan, dat is de woestijn van Las Vegas. En dit is echt enorm vet. Daar staat de auto en je kan hem zeg maar gewoon in the middle of nowhere kan je hem neerleggen. Als we willen kunnen we hem zometeen daar ook gaan zetten. Maar dit is echt heel vet. Is vet, hè? Ja. Ik heb mijn verkeerde schoenen aan. Ja, ik wil niet met deze schoenen in het zand lopen namelijk, ik word ze vies. Ah, dit is echt de American Dream. Dit is echt iets wat ik al heel lang geleden wou gaan doen. En ik raad het iedereen van harte aan. Mocht je het willen gaan doen, zeker doen jongens. Het is echt een avontuur. Het kost wat energie, maar je hebt echt wat. Het is echt een ware avontuur om dit mee te maken. Die ik mee heb gemaakt met Chiang in LA en een korte dag in Las Vegas. Morgen gaan we naar Death Valley, dus het wordt weer een vroege ochtend. Dus ik zeg, tjus!